Ja, gaan we dan, hè? Ja. 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 Oh, even schuiven. Ja, even schuiven. Schuiven, je moet... Wel, kijk, hij moet helemaal goed zitten, hè? De muts. Gewoon zoals hij hoort. Zo. Een beetje zo. Up. Even kijken. Zo. Kijk. Hé. Hey. Met een mooi pluimpje erop. Ja. Nou, vrienden. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ja. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar... Dan neemt toch die spanning toe, hè? Ja, dan gaat dat toch leven. Je hebt toch zoiets de hele tijd, de afgelopen tijd, zo van, nou ja, dat Nederlands elftal, en ik kijk wel, en het gaat wel, en dit en dat. Maar dat ineens, dan is die voorronde klaar en dan begint het echte toernooi. Ja, en dan weet je gewoon van, ja, het is erop of eronder, nou moet het gebeuren. En dan begint het toch te kriebelen, hè? In die voetbalonderbuik. Ja, dan krijg je toch daar een beetje van... Oh, ja, vrienden. En ik zit dan maar te piekeren en te denken bij mezelf. Ja, moet ik me zorgen maken? Moet ik me geen zorgen maken? Moet ik vertrouwen dan op Louis? Die spelers, weet je wel, beseffen die spelers wel dat dit het moment is waarop je geschiedenis kan schrijven. Ja, dat je voor eeuwig de boeken ingaat en voor eeuwig in de herinnering zit bij de mensen waar ze het altijd nog over zullen hebben. Weet je nog, die wedstrijd, toen deed hij dit en dat en toen, altijd, dat is, ja, dat is de WK. En dan denk ik bij mezelf, ja, die Van Dijk, zou die nou niet, die moet nou toch ook het gevoel krijgen van, en nou moet ik weer even de Van Dijk laten zien die Van Dijk is. En dat hij er gewoon weer in staat, gewoon bij een hoekschop. En dat hij weer hop, boven iedereen uitklimt en bam, die Van Dijk, zou die er weer zijn. Ja, dat hoop je dan. Hè? En Frenkie de Jong, bijvoorbeeld. Frenkie de Jong, waarvan nu gezegd wordt, iedereen zegt dat ineens. Ja, maar de Frenkie de Jong wordt overschat. Dat moet hem toch enorm dwars zitten. Dat moet toch aan hem knagen. Dat ze dat soort dingen over hem zeggen. En dat hij dan bij zichzelf denkt. Ik zal iedereen laten zien dat het anders is. Ik zal ze de echte Frenkie de Jong laten zien. Ja, dat hoop je dan. Zelfde ook met de paai. Weet je, allemaal gaan babbelen over de paai. Kom op. Laat die voeten en die benen spreken. Kom op nou. Dat hoop je dan. Weet je wel. En daar ben ik dan in mijn hoofd mee bezig. Ja. Maar... Ik werd vanmorgen, dat moet ik even doorgeven. Ik werd vanmorgen wakker met grote neonletters in mijn hoofd. En die zeiden alleen maar Noppert, Noppert, Noppert. Maar hoe of wat? Ik weet het niet, Noppert. Stond er maar op, ja, wat nou Noppert? Gaat hij dan, wordt het dan strafschoppen? Heeft hij daar dan een belangrijke rol? Of speelt hij gewoon de wedstrijd van zijn leven? Ik haat Noppert. Dus vrienden, hou Noppert in de gaten. Nou ja, mijn gevoel is niet negatief, vrienden. Nee, 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 echt niet. Nee. En deze gaat sowieso geluk brengen. Dit mutsje. En ik wens jullie allemaal een hele leuke wedstrijd toe.